Hij is afgelopen nacht overleden in Nederland. En hij was al geruime tijd ziek, een aantal maanden. En de laatste weken ging hij heel hard achteruit. En toen kwam er een eind aan zijn leven afgelopen nacht in Nieuwegein, waar hij woonde. Ik heb hem enkele weken geleden gesproken. En toen bleek al dat het heel slecht ging. Maar hij was nog echt bij bewustzijn vanaf vorig jaar augustus. Dus hij was zich bewust van het feit dat hij niet zo lang meer te leven had. Over zijn leven zelf, Julian Wit, een heel levendig figuur. Ook een intelligent mens. Hij werd geboren in het dorp Kanzee, wat nu onder Zoemeer ligt. Als eerste kind uit een gezin. Hoeveel kinderen precies, weet ik niet. En hij komt ook uit een vooraanstaand gezin uit het dorp. Ik weet niet, ik heb geen toestemming van de familie om het een en ander over hem te vertellen hoor. Maar wat ik wel weet is dat hij een zeer sociaal bewogen mens was. Hij kon vlot leren. Hij heeft de kweekschool bezocht in Paramaribo. En daarnaast heeft hij Spaans gestudeerd in Suriname. Waarna hij naar Nederland is vertrokken. Hier is verder gegaan in het onderwijs. En vervolgens psychologie gestudeerd. En ook is hij schrijver. Hij heeft een aantal boeken geschreven. Ik kan me herinneren dat een van zijn eerste boeken was Ik ben een Marron. En daarnaast verschillende boeken geschreven. Hij heeft ook een aantal onderwijsprojecten opgezet voor kinderen in het binnenland. Hij heeft ook heel veel kinderen, althans er hebben heel veel kinderen aan het project meegedaan. En het slagingspercentage was heel hoog. Dus dat kunnen we hem echt aangeven dat hij zich heel veel en echt op een goede manier zich ingezet voor de kinderen in het binnenland. Maar ook zijn vrienden hebben hem gekend als iemand die heel sociaal is. Veel mensen heeft hij geholpen, zowel in Suriname als in Nederland. Wat ik nog even zou willen vermelden is dat hij eind vorig jaar is onderscheiden op de Surinaamse ambassade in Den Haag. En vanuit Suriname is hij dan onderscheiden.